doe voor alles. Onderhoud, storing. Dus dat is een rijtuig defect. Dan moest ik het omruilen. Deze diensten, dat is een gedeelte van dat. En deze zijn die diensten die in de nacht inrukken en naar binnen komen. En uitrukken is wanneer ze 's morgens weer de dienst ingaan. Ja, het grootste probleem die we hebben is vandalisme. Ja, kan een hoop kapot. Het is toch gemaakt door mensen, dus alles kan een keertje kapot. Ja, ze vernielen alles en dat vind ik jammer. Ruiten, banken, alles wordt vernield. In Amerika, de metro's rijden met gravity, zonder gravity, binnen, buiten. Maar hier in Rotterdam niet. Hier in Rotterdam willen ze alles schoon. Ik heb een bordje gemist, ik ben er weg kwijt. Volgens mij moet ik echt door. Nee, ik weet het niet meer. Ik ben echt weg kwijt. Daar staat het bordje. Dan denk ik echt door dan. Het is niet echt druk. Ja, dat is, de eerste rit is altijd... er gaan nooit heel weinig mensen mee. Ik geloof niet dat ik wel eens iemand mee gehad heb op de eerste rit. Ooit? Nooit. Nooit. Maar dan zouden ze toch beter die eerste rit er tussenuit kunnen halen? Ja, ik stuur alleen maar de bus. Ik maak geen diensten. 'S morgens om een uur of 4, 5, dan komen de mensen uit de discotheek. En dan kan het knap druk worden. Dan hebben we staanplaatsen in de bus. Ja, meestal is het heel erg gezellig. Je moet begrijpen, die mensen uitgelaten. Die hebben wat gedronken. Of wat anders gebruikt. Ik ben ook jong geweest, dus je moet ze een beetje in de waarde laten. Dat zij niet mee mag, hè? Dat kan, hè? Nee, het gaat er niet om of ze iemand lastig valt. Het gaat erom dat ze een druppeltje te veel op hebben, een beetje duidelijk. Maar als je de chauffeur een oogje dicht wil doen, dan heb je mazzel, dan mag ze mee. En anders kan ze echt niet mee. Ben jij bereid om een hele dronken passagier mee te nemen, een jonge dame? Dus met een stel een stuk of 4, 5 vrienden die zo goed als niet dronken zijn. Ja? Oké. Mag mee. Hou je er wel ook in, zeil? Ja. Wat is het verschil tussen de nacht en de dag voor jou? Ik zou niet in de dag willen werken meer. Waarom niet? Nou, het verkeer in Rotterdam, alles daar open gebroken, joh. Dat is er geen, doel meer. Ja, de ene die slaapt veel en de andere weinig. Ik slaap heel erg weinig. Door de week lag ik om 7 uur in mijn bed. En ja, 10:30 ben ik eruit. 10:30, 10:45 ben ik eruit. Dan ga ik even lekker douchen. Ik eet een boterhammetje en ik heb de hele middag voor mij. Mijn vrouw die werkt overdag. Ja, die zit op die taxi. Dus jullie zien elkaar eigenlijk nooit? Nee, dus, je kan ook weinig ruzie krijgen dan op zo'n manier.
Bedrijf Editing gaat nu andere kant op. Als je niet uitkijkt, ben je zo je baan kwijt. Ja, Editing is een heel ander bedrijf geworden. Kijk, en het moet ook. Het moet. Kijk, want de Europese normen die eisen dat. En wat zeg je dan tegen je collega? Als ze problemen ze hebben, dan praten ze niet makkelijk. Maar ja, als iemand een probleem heeft, ja, ik voel het gelijk. Ja, ik begin dan gewoon een normaal gesprek. Ik zeg, ja, je kan het gewoon vertellen. Want als ik een probleem heb, ik vertel het gewoon. Kijk, want als je voor jezelf houdt, ja, dat is altijd moeilijk. Ik heb in de afgelopen jaren zoveel meegemaakt. Overlijden van mijn dochter. Mijn vriendin heeft hersenbloeding gehad. Dus ja, al die dingen maak je alleen maar sterker. Even wachten. Ik heb geldig legitimatiebewijs van je nodig. Je krijgt een boete van mij. Omdat je geen, ja, je bent ingestapt zonder geldig vervoersbewijs. Kom maar even mee, jongens. Ik heb het nog niet meegemaakt. Dat ze dus echt vervelend werden. Nee. Nee. Want je zit hier toch met een hoop geld. Ja, er zijn collega's wel die het wel overkomen zijn natuurlijk, dat ze overvallen werden in Hoogvliet. Ja, een stroomstootje geven en zo. Ja, ja. Ja, maar het is, ik zal het even afkloppen. Mij nog niet overkomen. Nee. Vorig jaar ben ik ziek geworden. De stress die op de bus mee maakte, die heb ik mijn rug de hele dag gespannen. En op laatst kon ik niet meer lopen. Kon je niet meer lopen? Ik heb 3 maanden niet kunnen lopen. 3 weken in het ziekenhuis gelegen. En hoe denk je dat komt, dat je zo gestrest bent geraakt? Ja, als je in Rotterdam in de stad rijdt en je moet... om de zoveel meter heb je een stoplicht of een zijstraatje. Je moet de hele tijd opletten, dus je werkt onder stress. En als je dan in je privé-situatie ook wat meemaakt... Het werd allemaal even te veel. Ik heb geluk gehad, want andere mensen die krijgen in dit geval een hartinfarct of hersenbloeding of iets dergelijks. Bij mij is het in mijn rug geschoten. Is overleden aan gevolgen van de nieren. Ja. Ja, het is mijn enige meid die ik had, dus die heb ik niet meer. Maar ja, dan ben je helemaal kapot. Kijk, het is het is iets dat je niemand gunt. Kijk, omdat als je eigen kind, ja, dat is echt moeilijk. Want nu sta je hier, maar als zoiets gebeurt, ja, dan val je zo in een diepe gat. Het is heel, heel moeilijk.
Een aantal jaren daarvoor was haar moeder ook overleden. Ze had baarmoederkanker. Die moeder leeft niet meer, mijn dochter leeft ook niet meer. Dus die boek is gesloten daar. Kijk, als iets moet gebeuren, gebeurt het dan. Het is gewoon het natuur en het geloof. Kijk, en dan misschien had God een andere plan met haar. Ik heb met haar gedroomd en ze heeft me een aantal dingen verteld. Ze zegt, ja, denk aan de andere kinderen en gewoon mijn leven verder pakken. En ze zal me altijd steunen. Ik heb zo gedaan en dat doen ze iedere dag. Hallo? Naar huis? Ja? Alsjeblieft. Wat ik zelf ervaar dan dus heel vaak aanwezigheid van anderen. Beschavingen die wij niet kennen. Daar geloof ik in.